Je beschouwt jezelf als, als biohacker. Mm-hmm. We zitten hier thuis bij Govert Viergever in zijn biohacking laboratorium. Govert Viergever is Olympische roeier en topatleet. Ik wil eigenlijk beginnen met de vraag van oké, wat betekent het nou eigenlijk om topatleet te zijn? Van hoe ziet jouw leven eruit sinds je professioneel atleet bent geworden? Nou, dat kan ik je natuurlijk haarfijn vertellen, maar ik vind het ook leuk dat jij hier bent gekomen in mijn atletenhuis. Yeah. Het biohackingslaboratorium noem jij het. Yeah. Ja, dit zijn de voorbeelden van hoe ik mijn leven inricht als atleet. Proberen over ieder zaakje na te denken wat jouw prestatie kan beïnvloeden. En daar vanuit een levensstijl ontwikkelen die jouw topprestatie kan ondersteunen. Zo zie ik mijn huis, mijn leefstijl en alles daaromheen van invloed zijn op mijn prestatie. Over een maand vliegen wij naar Florida, naar Sarasota voor het WK. Ja. Ik zit in een vierzonder. En dat is een viermansboot zonder stuurman. En daar zijn we een van de medaillekandidaten. Dus we zijn echt keihard in training. We komen net terug van een hoogtestage in Oostenrijk op een berg. Hebben we een maand op een berg geleefd. En nu komen we terug en dan moeten we een maand lang in een hoogtekamer trainen. Om die effecten vast te houden en nog uit te bouwen van die hoogtestage. Meer rode bloedcellen en betere hart-longfunctie. Ja. En zo zijn we ons aan het voorbereiden op die laatste weken richting het WK. En de volgende stap naar het WK, Olympische Spelen, Japan? Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ik ga er alleen heen als ik dus zeker weet en als ik het geloof heb dat ik een medaille kan winnen. Ja. En op dit moment, het hangt natuurlijk heel erg van de ploeg af waar je in zit. Maar op dit moment denk ik dat het kan. Dus zie ik geen reden om niet gewoon door te willen gaan naar Tokio. Topsporters hebben al van oudsher hebben ze heel veel manieren om hun prestaties te verbeteren en hun herstel. Maar ja, ik zie mijn prestatie als een holistisch, een geheel van verschillende dingen. Bijvoorbeeld, je hebt de mentale kant aan de topsport. Ja. En je hebt een fysieke kant. En je hebt de dus training, maar ook je herstel. En zo kan je die aantal factoren kan je in kaart brengen. En die kan je allemaal met bepaalde strategieën kan je die beïnvloeden. Bijvoorbeeld je mentale kant kan je beïnvloeden met meditatie of neurofeedback of met ademhalingsoefeningen. En zo kan je je mentaal sterker maken, of visualisatieoefeningen is het bekende in de topsport. En training, iedere topsporter die is iedere dag bezig met vernieuwende en innoverende ja. trainingen. En herstel is ook, ja, ijsbaden zijn een goed voorbeeld, wat topsporters al heel lang doen. En nu begint het ook via dus de Nederlandse Iceman, begint het steeds meer in de mainstream ook gebruikt te worden. En dan zien mensen, gewoon de gewone man en vrouw, die zien ook inmiddels de voordelen van kou als factor om je lichaam te beïnvloeden. Het effect dat meditatie heeft, is dat je lichaam veel sneller in een ruststand kan komen, dus ook veel sneller in de herstelstand. Als je traint, dan zit je eigenlijk in je sympathische stand, dus je aanstand. Ja. En je wil eigenlijk zo snel mogelijk in de uitstand komen, omdat je dan kan herstellen pas. Ja. En meditatie helpt daarvoor. Ja. Dus ja, dat heeft het me gebracht, maar ook dat je eigenlijk beter met stress om kan gaan. Ik bedoel, we hebben tegenwoordig allemaal te maken met stress en topsport is niet anders dan ieder ander leven. Je hebt te maken met factoren die stress opleveren. Ja. En hoe minder stress, dat is gewoon voor iedereen geldt dat, hoe minder stress, hoe beter je presteert. Ja, ja, dat is iets wat meditatie dus kan. En het trainen van je hersenen door middel van neurofeedback komt ook uit onderzoeken dat het stress naar beneden kan brengen. Ja. Het is ontzettend belangrijk als sporter, want je hebt ontzettend grote hoeveelheden brandstof nodig om je activiteit te fuelen. Ja. Dus het is niet zozeer alleen maar brandstof, ja. als ook
voeden om het te herstellen. Je bent in afbraak. Dus je hebt enerzijds heb je voeding die je voedt tijdens het voor het trainen, maar anderzijds voeding die je herstel moet bevorderen. En die heb ik heel lang heb ik die als één gezien, maar nu beschouw ik die als tweeledig. Okay. En nu zie ik steeds meer dat we eigenlijk de beste manier om jezelf om brandstof voor jezelf te verzorgen is toch vet. Omdat het is een schonere brandstof. Je hebt minder vrije radicalen op het moment dat het verbrand wordt door je lichaam. En die vrije radicalen die vormen een belasting. Dus als jij minder vrije radicalen hebt, ja, als sporter kan je dan gewoon sneller herstellen na je inspanning. Maar ook je verbranding van zuurstof is efficiënter bij het gebruik van vetten uit je dieet. Nee, dat is het niet. En dat is voor bijvoorbeeld mensen die een zittend beroep doen in plaats van heel actief zijn, is dat verschillend. Omdat als je actief bent, wil je nog wel een bepaalde hoeveelheid koolhydraten hebben. En ook omdat je doet een sport waarbij je ook, je hebt twee energiesystemen. Enerzijds een energiesysteem dat gaat tot, laten we zeggen, hartslag 140. Daar kan je prima vet verbranden. Ja. Als je daar boven komt, ja, dan moet je wel koolhydraten gaan eten. Want dan is dat de brandstof die je lichaam op dat moment gebruikt. Dus ik zorg ervoor dat op de dagen wanneer ik dus trainingen doe waarmee mijn hartslag boven de 140 zit, dat ik dan koolhydraten eet en aanvul na mijn training. Ik heb een infrarood sauna. En die geeft dus een bepaalde prikkel in de vorm van warmte. Ja. En licht eigenlijk ook. Infrarood moet je zien als licht, dat ook warmte genereert. En dat geeft je... Ja, sauna's hebben een prestatiebevorderend effect. Ja. Omdat je herstel beter wordt, maar ook je doorbloeding wordt verbeterd. En ja, ik combineer graag verschillende biohacks. En hier heb ik het dan gecombineerd met een Pulse Electromagnetic Field mat. En dat is eigenlijk een magneet die constant op een bepaalde frequentie een magnetisch veld creëert. En dat verbetert ook de doorbloeding. Ja. En op die manier heb ik twee hacks die allebei de doorbloeding stimuleren. En kan ik dat combineren met extra zuurstof in de vorm van een zuurstofconcentrator met een masker. En op die manier kan ik extra zuurstof toevoegen terwijl ik mijn doorbloeding stimuleer. En dus de zuurstoftoevoer en de circulatie vergroten terwijl ik gewoon een boekje lees of aan het Netflixen ben of lig in mijn sauna. Een uur voor de wedstrijd, dan ga ik dus in meditatie. Ja. En dan probeer ik, dan zonder ik me af, doe ik oordop in en dan doe ik mijn ogen dicht en dan doe ik een meditatie om mezelf tot rust te brengen. Okay. Ik moet juist rustiger worden. Dus veel koffie is voor mij ook niet goed. Ik kan maximaal één kopje koffie, geeft net die scherpte. Of bijvoorbeeld, ik gebruik dan een microbooster, zit een extract van yerba mate, ook cafeïnerijke thee. Dat is voor mij is genoeg, want extra nog dan dat, dan word ik te trillerig en heb ik te veel adrenaline om nog gefocust en cool te blijven door de jaren heen. Het is heel persoonlijk hoor, maar door de jaren heen maak je een eigen ritueel. En ik geloof heel erg in de kracht van dat ritueel. Omdat het ritueel zorgt ervoor dat je eigenlijk als het ware een soort van Pavlov-reactie meteen in de juiste mindset terechtkomt. Ja. Ik weet dat als ik op het moment dat ik voor de start lig en dan draai ik eerst nog de klep even strakker aan waar mijn riem in zit. Okay. En vanaf dat moment weet ik dat de wedstrijd gaat beginnen. Het is heel lastig omdat ieder mens, of je nou topsporter bent of niet, of hoe vaak je nou aan de start van de Olympische Spelen hebt gelegen,
je bent iedere keer ben je zenuwachtig, ook de dag van tevoren. Ja. Het is niet te beïnvloeden, het is je lichaam die dat gebeurt. Maar je kan wel met trucjes kan je wel daar kan je dat wel beïnvloeden. En ik gebruik er zelf dus meditatie voor. En hulpmiddelen, hele simpele hulpmiddelen is bijvoorbeeld van HeartMath de M-Wave. Ja. Die meet via hartritmevariabiliteit en feedback via je telefoon. Ja. Kan je trainen om dus weer tot rust te komen. En dat is, vind ik, een heel simpele, heel handige tool om daarmee te trainen in aanloop naar een wedstrijd toe. En dus ook dan te gebruiken nog de avond van tevoren om eventjes die zenuwen weer naar beneden te brengen. En beter in slaap te komen. En dus uiteindelijk ook beter in slaap te komen. Ja. Ja. Van Natural Stack zijn dat de Siltap. Ja. En het is een bepaalde mix van kruiden. En die zorgt ervoor dat je concentratie en je cognitieve capaciteit wordt verbeterd. En daarnaast gebruik ik dan iets om je energie te verhogen. En in de vorm van een cafeïnerijk product, bijvoorbeeld die MycoBoost. Yep. En die bevat ook nog cordyceps. Yep. Wat de zuurstofopname zou verbeteren. En MycoMind is ook een kruidenproduct met paddenstoel en PQQ. En dat zou de mitochondriale functie verbeteren. Maar dat gebruik ik meer in aanloop naar de wedstrijd toe. Oké, en niet op de dag van de wedstrijd zelf? Ja, die kan je wel op de dag van de wedstrijd ook gebruiken. Maar de MycoMind en die Siltap geven echt een duidelijk effect op het moment zelf. Doe je alles tegelijkertijd? Ja, ik neem ze allemaal tegelijkertijd. Okay. Sowieso, ik vind het niet lekker om met een volle maag zenuwachtig te zijn. Ja? Dus ik eet sowieso niet veel op de dag van de wedstrijd. En dat is ook niet nodig, want je hebt, als het goed is, heb je je energievoorraden de avond van tevoren maximaal aangevuld. Dus de voeding op de dag van de wedstrijd zelf vind ik niet heel belangrijk. Okay. Maar die bepaalde supplementen, die kunnen wel nog een extraatje leveren. En die neem ik dan een uur voor de wedstrijd en dat is dan op een lege maag. En een uur voordat ik moet starten, dan weet ik dat de concentratie van de supplementen in mijn bloed het hoogst is. Ik denk dat het voor mij in ieder geval is dat geweest je energievoorziening veranderen van koolhydraatverbranding naar vetverbranding. Okay. Dat heeft voor mij de grootste mentale verbetering opgeleverd. Heel veel mensen die kampen gewoon met überhaupt een tekort aan energie gedurende de dag. Ja, als je dat kan vergroten, dan kan je ineens veel meer dingen gaan toevoegen om nog meer energie te gaan creëren. Ja. Dus dat zou ik zien als de basis. Dus zorg ervoor dat je een vetverbrander wordt in plaats van een koolhydraatverbrander.